Ik ga het in deze video hebben over verborgen rondingen. Wat ik in een andere video ook wel heb uitgelegd, is dat er rondingen bestaan, zoals bij cirkels. En die cirkels die bestaan uit verborgen lijnen. Je ziet hier dat hier lijnen lopen. Ja, die zie je normaal gesproken niet. En als ik die lijnen wil laten zien, dan kan ik daar de gumtool voor gebruiken. Als ik de gumtool pak en ik toets de commandotoets in, dan kan ik ervoor kiezen om een aantal lijnen zichtbaar te maken. Dat kan ik in dit geval ook doen. Want stel nou dat ik hier extra lijnen wil hebben lopen, omdat ik een dakkapelletje ga maken bijvoorbeeld. Nou, dan heb ik ze nu zichtbaar gemaakt. Ik pak nu de line tool en ik ga even kijken of ik hier wat fatsoenlijks mee kan doen. Kijk, nou kan ik van vlak naar vlak toe. Zo. En dan kom ik naar voren en dan ga ik naar beneden. Ik pak de pushpull en ik zet deze aan. En nu heb ik hier een ronding lopen, die loopt helemaal perfect mee met mijn dak. Grappig genoeg moet ik hem even opnieuw overtrekken, want ik trof daar dikke lijnen aan. Dus dat wat ik net deed, als je dikke lijnen aantreft op een plek waar die niet hoort, dan is er tekentechnisch iets misgegaan. Dan moet ik ze overtrekken. Ik zal eventjes een paar stappen terug gaan. Dit is zo'n dikke lijn. Dus het is fijn dat we die even in deze video tegenkomen. Zo. Nou, dit heb ik gedaan. Ik heb die lijnen netjes getrokken. Nu wil ik de lijnen weer terug verbergen. Ik pak wederom de gum. En ik toets in de option voor Mac of de control toets voor de Windows. Ik sleep over de lijn heen die ik opnieuw wil verbergen. En deze mag ook weg. En die mag ook weg. En ik heb hier een dakkapel gemaakt op een rond dak. Hartstikke leuk. Oefen er eens mee. Ga eens kijken hoe het werkt. Met name de sneltoetsen die bij de gum horen, die kunnen je echt verder op weg helpen met tekenen. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende video. Doeg!